Met ingang van maandag 4 mei zal verbinding uitgezonden worden op maandag, woensdag en vrijdag. Broeders en zusters, een onvoorwaardelijk geloofsvertrouwen. Misschien heeft u, of heb jij, daar wel moeite mee. Je wordt zo in beslag genomen door de dagelijkse zorgen, zodat je aan je persoonlijk geloof niet meer toekomt. Het lijkt wel alsof er een hoge muur staat tussen God en jouzelf. Je bent bang. Je zit boordevol met vragen. Je voelt je onzeker. Voor veel gelovigen is dit herkenbaar, juist in deze coronacrisis. Een onvoorwaardelijk geloofsvertrouwen. Kan dat wel? Laten we erover lezen in Daniël 3, vers 16 tot en met 18 en 23 tot en met 28. Koning Nebukadnezar heeft een gouden beeld laten maken. Iedereen moet ervoor buigen en het aanbidden. Sadrach, Mesach en Abednego, ze weigeren. Ze worden voor de keuze gesteld. Het beeld aanbidden of in de brandende oven. Uitdagend, zegt de koning, en wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Het antwoord lezen we in vers 16. Ik lees het voor. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij eren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u opgericht hebt niet zullen aanbidden. Nebukadnezar wordt woedend en laat de oven 7 maal heter stoken dan gewoonlijk. De soldaten die de 3 mannen in de oven moeten werpen, ze worden zelfs gedood. En dan lezen we verder vanaf vers 23. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: jazeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen dat aan deze mannen het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God.
een onvoorwaardelijk geloofsvertrouwen. Misschien denkt u of jij, zover kom ik nooit. Laten we onze aandacht dan maar niet richten op het geloof van deze drie mannen, maar op hun God waarin zij geloven. Die God die zij eren en die machtig is om hen te verlossen. Die God is bij hen. Daarom houden ze het vol. En dat geldt ook voor ons in deze crisisperiode. We houden het alleen maar vol omdat Hij bij ons is. We zien het hele schouwspel voor ons. Nebukadnezar die woedend wordt. 7 keer heter die ogen buldert hij. Bind ze met kleren en al en werp ze in het vuur. Dan zijn we snel van ze af, die lastposten. Maar zo gemakkelijk gaat het niet. Ontzetting maakt zich meester van Nebukadnezar. Hij kan zijn ogen niet geloven. En hij vraagt dat daarom aan zijn raadsheren. We hebben toch 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? En nu zie ik 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen en ze markeren niks. En de 4e lijkt op een zoon van de goden. Iemand reageert misschien cynisch. Ach ja, dat is een sterk verhaal. Zoiets gebeurt toch zeker niet in het echt. Ik moet het toegeven. Zo gebeurt het niet altijd. Daar is de Bijbel eerlijk in. In Hebreeën 11 worden 2 dingen naast elkaar gezet. Aan de ene kant gelovigen die door God gered worden van de dood, en aan de andere kant gelovigen die door de kracht van het geloof de dood kunnen aanvaarden. Gestenigd, in stukken gezaagd, door het zwaard gedood. Petrus, wonderlijk gered uit de gevangenis, maar Jacobus onthoofd. De ene gelovige gered en de andere moet sterven. De Bijbel vertelt er niet bij waarom de ene nu wel en de andere nu niet. Nee, er staat alleen dat ze door het geloof die soms onbegrijpelijke weg zijn gegaan. Nebukadnezar ziet wel dat er iets goddelijks is aan die 4e persoon in het vuur. Hij noemt hem dan ook een engel van God. Er is in de loop van de eeuwen heel wat nagedacht over deze 4e persoon. Veel uitleggers geven aan dat dit de engel des Heren is. Dat is de bekende engel die meerdere keren voorkomt in het Oude Testament. Het is de Heer Jezus, voor zijn komst op aarde. De Zoon van God, in de gestalte van een engel die reddend optreedt in tijden van het Oude Verbond. Jezus, Hij heeft het beloofd. Ik ben met jullie, al de dagen tot aan het einde van deze wereld. Hij is erbij als ziekte en dood. Ook het coronavirus, ons leven bedreigen. Een engelenwacht staat om ons heen als een vurige muur. Dat geeft ons kracht in het lijden. Dat bandt de onzekerheid uit. Dat jaagt de twijfel weg. Laten we dan als gelovigen onze ogen richten op Hem, die 4e persoon in het vuur. Jezus, Hij gaat met ons door het vuur van aardse nood, pijn en verdriet. Maar nog veel meer. Aan het kruis is Hij in onze plaats door het vuur van Gods toorn gegaan. De straf die wij verdiend hebben, eeuwig vuur, heeft Hij op zich genomen. Laten we dan onze ogen richten op die 4e en raak daar maar diep van onder de indruk.
Ondanks het feit dat we geloven, kunnen we toch overvallen worden door angst, twijfel en zonde. Wat kan de Satan het ons benauwd maken? Hij kan ons geloof aan het wankelen brengen, maar hij kan ons geloof niet afpakken, want dat hebben we gekregen, gewerkt door de Heilige Geest in ons hart. Met Jezus, gedragen door Hem, getroost en gesterkt door zijn woord en geest, kunnen we dan instemmen met Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Amen. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, we danken u dat wij uw woord hebben gekregen. Uw woord wijst ons de weg in dit leven. Hoe onze weg ook gaat, het zij we mooie dingen beleven, het zij we moeite en verdriet meemaken, we mogen erop vertrouwen dat u bij ons bent. Dank u dat de boze machten ons er niet van kunnen weerhouden om u te eren en te dienen, omdat u onze God en Vader bent. Dank u dat de Heer Jezus, voordat hij naar de hemel ging, de belofte heeft meegegeven aan zijn kerk op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat is voor ons een grote troost en bemoediging. We hoeven er toch nooit aan te twijfelen, Heere, dat u voor ons zult zorgen. Ons hele leven is veilig in uw handen. Zelfs de dood, als hij komt, kan ons van u niet scheiden, omdat de Heer Jezus zijn kostbaar bloed voor ons heeft gegeven. Dank u daarvoor. Heere, u kent allen die door diepe dalen gaan. Hun leven is gebroken, omdat zij geliefden moeten missen. Het zij dat ze overleden zijn vanwege het coronavirus, maar er zijn ook vele andere ziekten waaraan mensen overlijden. En we denken ook aan ongevallen. Wees u dan met allen die achterblijven en die met verdriet en gemis te maken hebben. Geeft u hen de kracht om dit te kunnen dragen. Heere, door alles heen danken we u ook voor de mooie dingen die u schenkt. De natuur die tot bloei komt, de geurende bloemen, de bloesem aan de bomen, het nieuwe leven wat geboren wordt bij de mensen en bij de dieren. Er is veel om u voor te danken. Bovenal om wie u bent, onze God en Vader, die zijn geliefde Zoon voor ons wilde geven tot in de dood aan het kruis, opdat er voor ons eeuwig leven is door zijn dood en opstanding. Wij bidden u om uw zegen, uw kracht en uw nabijheid. In Jezus' naam. Amen.